Beste broeders en zusters in de Heer, wees welkom op deze lectie divine van de feest van heilige Jacobus Apostel. We zullen met de lezingen van vandaag hem vieren, naar zijn voorbeeld denken en genade vragen door zijn voorspraak om de Heer te volgen tot het einde toe. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij dragen een schat in aarden potten. Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. We worden opgejaagd, maar niet in steek gelaten. We worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo verricht de dood zijn werk in ons, in het leven in u. Maar wij bezitten de geest van geloof waarvan de schrift zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij, want wij weten dat Hij, die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ons, ook ons, evenals Jezus, ten leven zal wekken, om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u. De genade moet zich in velen vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot eer van zijn naam. Woord van de Heer. Wij danken God. Heilige Paulus die zei, wij dragen een schat in aarden potten. En dat zijn wij, deze potten van aarden, zijn wij, ons bestaan. Die heeft een roeping gekregen van Gods genade. En Paulus zou ook zeggen, terwijl wij werken, voortdurend werken voor het leven van Jezus in u, werkt in ons de dood. We moeten dood zijn voor de zonden, dood zijn voor de beheersing van de koninkrijk van de zonden. En terwijl wij werken om de boodschap van leven, van vreugde, van vrede, van verzoening, van vrijheid te brengen aan de mensen, moeten wij een deel van ons, de zwarte deel van ons, doodgaan voor de zonde. En ook in dat van geloof, Paulus is zeker dat als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem opstaan, zullen wij leven. In de geest die heeft Jezus doen herrezen, leven, opnieuw leven gegeven aan de Heer, zal ook ons doen opstaan van een zinloos bestaan naar een leven vol van zin, vol van vreugde. En hij is ook zeker dat de genade van God moet in velen vermenigvuldigen, zodat vele mensen kunnen dankzeggen aan God. En dat is de roeping van een apostel of van een discipel. Voor zichzelf te sterven, voor de zonden, voor hun eigen verledingen, bekeringen, eigen fouten,
zichzelf te verloochenen om hem te volgen, zodat velen, in velen de genade kan werken, zodat velen Gods lof kunnen zingen. Dat is een weg van dood, maar ook van leven. Een weg in mysterie. En wij voelen ons niet waardig, wij zijn deze aarde potten, maar God heeft ons gekozen. En Hij gaat de nodige genade geven, zodat wij trouw kunnen zijn tot het einde toe. Psalm 126. De Heer bracht Sion's balingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichten elke tong. Toen zei men bij de wolken, geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij. Keert nu ons lot ten goede hier, zoals een bek doet in de zuidenwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit, met zaaien zaken beladen. Maar keren zingend weer, beladen met hun schoven. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten om hem iets te vragen. Hij sprak tot haar, wat verlangt u? Zij antwoordden hem, laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand. Jezus antwoordde, hij weet niet wat hij vraagt. Zijt hij in staat de beker te drinken die ik haar drinken? Zij zeiden hem, ja, dat kunnen wij. Hij sprak, inderdaad, mijn beker zult hij drinken. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand. Omdat alleen zij die dit verkregen, voor wie mijn vader dit heeft bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op de beide broers. Jezus echter riep hen bij zich en sprak. Hij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren. En dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de geest wil zijn, moet slaaf van u wezen. Zoals ook de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor willen. Woord van de Heer. Wij danken God. Een groot les voor de Heer Jezus Christus, voor deze twee broers, Jacobus en Johannes. Maar ook voor deze moeder, deze vier moeder op zijn twee jongens, deze twee discipelen en apostelen. Wat een eer voor deze moeder. Maar ze moeten vandaag een les horen. Wie wilt de groot worden, moet de dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van u wezen. Want zelf de mensenzoon is gekomen om niet om gediend te worden, maar om te dienen in zijn eigen leven als losprijs voor willen te geven. Het is een les voor ons van dienstbaarheid en van nederigheid. Als wij willen groot zijn in de ogen van de Heer, moeten wij eerst
dienen, moeten wij eerst onszelf openstellen voor de diensten, voor de nood van de anderen. De anderen dienen, de nood van de anderen voorzien, de anderen helpen, de anderen begeleiden, de anderen leiden en niet onszelf. En dat is voor Johannes, voor Jacobus en voor zijn moeder een grote les, maar dat is ook voor ons iedereen. Jacobus heeft dat geleerd, persoonlijk heeft dat gehoord van zijn Heer en van zijn Meester, maar wij kunnen ook dat horen vandaag door het woord van de Heer, van onze Heer en van onze Meester. Discipel, apostel te zijn, is een beroep tot dienstbaarheid. Is niet een oproep om onszelf te dienen en het gelukzaligheid van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus te profiteren. En dat maakt ons blij, dat maakt ons gelukkig, dat maakt ons vrij, dat maakt ons in vrede. Nee, is niet persoonlijk. Deze ontmoeting, de oproep van de Heer in ons leven, is een oproep tot dienstbaarheid, tot nederigheid. En met nederigheid deze schat te dragen in de potten van aarde die wij zijn. En ons openstellen voor de nood van de anderen en niet eerstig naar de nood van onszelf. Laten wij met de voorspraken van Jacobus deze vermogen te vragen van dienstbaarheid, van zichzelf te stellen als dienaar, als een persoon die komt om te dienen en niet om gediend te worden. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.